Welkom dus allemaal, ook namens mij. Ik ga het hebben over de ondernemersmindset in 5 stappen. En ik heb zelf ook een hele mooie slide over vragen komen aan het eind, maar dat hebben we al behandeld. Nou, basically, waar natuurlijk elke ondernemer op gebrand is, is op groei. En dat kan zijn op persoonlijke groei, op zakelijke groei. En vaak hebben die twee ontzettend veel met elkaar te maken. Daar heb ik het ook later over. We willen allemaal zakelijk vooral het liefste natuurlijk groeien. We willen allemaal meer klanten, meer omzet enzovoort. En daar is ook niks mis mee. Maar wanneer je persoonlijk niet in staat bent om dat level te bereiken, dan zul je dat level ook zakelijk niet bereiken. Dus daar gaan we het over hebben. En misschien zijn er wel dingen die je al jaren zegt te gaan doen of te willen doen. En dat kan echt sporten, wat natuurlijk ook allemaal met jezelf en met je fitheid en met je mindset te maken heeft in het zakelijke ondernemen. Maar ook die ene Instagram beginnen, dat account beginnen of gaan vloggen. Of juist helemaal de andere kant op die stenen winkel gaan openen. Dus misschien zeg je dat al wel jaren. En misschien zijn het ook hele kleine dingetjes. Dat je op dit moment echt al een mooie business hebt. Maar dat er net die kleine tweaks zijn waarvan je eigenlijk weet, zou het moeten gaan doen, het zou me helpen groeien, maar je doet ze op een of andere manier niet. Dus eigenlijk wil je van alles. En die eigenlijk, dat is natuurlijk al een beetje de clue. Eigenlijk wil je meer klanten, eigenlijk wil je meer omzet. Eigenlijk wil je ook wel wat meer tijd voor jezelf, want ja, we kunnen wel werken. En vaak zijn we als ondernemers daar heel erg op gericht, op lekker druk bezig zijn, hustle, grind, hoppatee. Maar ja, je wil ook tijd voor je gezin eventueel, voor je vrienden, voor je familie. En eigenlijk wil je ook wel wat meer volgers. Eigenlijk wil je op elk gebied van je bedrijf en leven meer groeien. Maar er zijn ook dingen die jou tegenhouden. En dat kan zijn je uitstelgedrag, je getwijfel, je gepieker, perfectionisme. Dat is denk ik nummer 1 onder veel ondernemers. Of de mening van een ander. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Misschien heb je nu een beetje het gevoel van, oh, dan is dit voor hele onzekere mensen. Verre van. Ik ben verre van onzeker. Maar ook ik laat mezelf nog wel eens tegenhouden door een beetje uitstelgedrag. Of net even te perfectionistisch instaan. Of toch de mening van een ander. Ook al heb je het soms helemaal niet heel erg door. En op een of andere manier zet je maar niet die volgende stap. Ik heb me trouwens laten vertellen dat het beter is als ik mijn eigen camera uitzet. Want dan gaat het allemaal online wat sneller. Ik denk dat ik hem gewoon uitzet en ik weet ook helemaal niet of jullie me nog zien of dat jullie alleen maar mijn presentatie zien. Maar dan heb ik in ieder geval het zekere voor het onzekere. Nou, en misschien denk je op dit moment, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik weet helemaal niet precies wat ik wil. Dus wat wil ik nou eigenlijk? Of je denkt, ja, ik weet precies wat ik wil, waar ik heen wil, maar ik doe niet consequent wat nodig is. Want wat we al zeiden, je kunt zoveel informatie hebben, je kunt zoveel kennis hebben, maar als je niet daadwerkelijk doet wat nodig is, dan zal er niks uitkomen. En je hebt het gevoel dat er nog zoveel meer uit jou en je leven en je bedrijf te verhalen valt. Laat me eens weten of dit herkenbaar is voor je. Nou, dan moet ik dan natuurlijk even de chat erbij halen. Oh. Oh, en dat is dan even ingewikkeld. Hoe werkt dit? Ah ja, zo. Nou, sowieso zie ik al heel veel handjes omhoog komen. Dat is denk ik nog handiger dat ik gewoon handjes zie. Ja, heel herkenbaar. Alright. Ja, die chat die krijg ik op een of andere manier niet bij, maar dat maakt ook niet uit. Ik denk dat het heel erg herkenbaar is voor heel veel mensen, ja. Dat klopt, Janne. Er zijn inderdaad, Annemie die zegt dat is heel herkenbaar, Mirjam ja. zegt volledig, ja, Annemie ja. zegt enorm herkenbaar, yes. En Dave die zegt de law of attraction. Oké, dus niet een antwoord op een vraag die ik niet heb gesteld, maar wel heel interessant. Nou, ik ga voor nu even verder en Dit stukje, ik denk dat het voor iedereen, oprecht voor iedereen herkenbaar is. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich er helemaal in herkennen. En sommige mensen die denken, nou, ik heb het af en toe. Maar zelfs dat hele kleine stukje van, af en toe is een klein beetje, kan je nog enorm in de weg zitten. En kan heel erg zonde zijn voor de potentie van je bedrijf en de rest van je leven. En geloof me, ook ik ken het. Ik denk dat iedereen het kent. Ook de grootste ondernemers op de wereld herkennen hier wel iets in. Het wordt geen presentatie van, nou, toen heb ik dit en dit en dit gedaan en poef, ineens was mijn hele leven anders. Daar geloof ik niet in en ik denk dat niemand daar nog echt in gelooft. Van, stap 1, 2 en 3 en ineens is alles anders.
dat werkt niet zo, niets werkt zo. Alles werkt met kleine stappen, uiteindelijk groots resultaat bereiken. Dus wees niet bang, dit wordt niet zo, nou, ik was vroeger ongelukkig en nu ben ik gelukkig moment. Maar halve inzet is half resultaat, dus ik ga je wel 5 uitgebreide stappen uitleggen hoe je hier wel uiteindelijk veel beter mee kunt leren dienen. Dus die ondernemersmindset in 5 stappen is voor mij stap 1, neem een sprong in het diepe, daar gaan we het over hebben. Stap 2, concretiseren. Stap 3, oh, ik weet niet waarom die weer helemaal opnieuw begint, maakt het niet uit. Nieuw verhaal creëren. Stap 4 is leef vervolgens ook het nieuwe verhaal. En stap 5 is een dagelijkse mindset creëren. Want eventjes is leuk, maar je wil het natuurlijk voor de lange termijn. En ik zei het net al even, ik ken het. Ik ken het getwijfel, het gepieker, nachtenlang ervan wakker liggen soms, perfectionisme en vaak door mijn perfectionisme deed ik dan maar helemaal niets. Of ik deed helemaal niet, of het moest helemaal perfect tot in de puntjes. Ja, en anders dan liet ik het. En die hele, als ik dit heb, dan ga ik het wel doen. Of als de kinderen naar school zijn, dan ga ik die business wel uitbreiden. Of wanneer ik net even iets meer omzet heb gedraaid, dan neem ik dat extra teamlid wel aan. Ik denk dat die ook heel erg herkenbaar is voor iedereen. Of wat vindt mijn doelgroep daar nou eigenlijk echt van? Oh, maar wat vinden mijn volgers daarvan? Of wat vindt mijn familie er juist van? Of mijn partner? En ik weet ook dat het heel erg verleidelijk is om te kijken naar anderen. Oh, maar die heeft het helemaal voor elkaar. En bij die al, die heeft al zoveel volgers. Die weet precies hoe het moet. Of die heeft al miljoenen omzet. Dus ja, nou, ik zou niet weten hoe ik daar moet komen. Want die hebben het allemaal al. Het kan heel erg overwhelming zijn. En als we het hebben over mindset, ben ik heel even benieuwd, waar staat mindset voor jou voor? Ik hoorde net al even de law of attraction, maar wat houdt mindset eigenlijk voor jou in? Waar denk jij aan als je het woord mindset hoort? En ik wil wel voorbeelden geven, maar dan ga ik het misschien al voor sommige mensen invullen. Dus zou je dat eens willen laten weten in de chat? Ik ben heel erg benieuwd. Janne, als jij de chat aan wil zetten, dan zie ik hier een berichtje van Laura. De chat vind je onder more, boven in de laatste. Ik heb hem gevonden, yes. Ah, je hebt hem gevonden. Oké, okay, top. Ik kon even dat bovenste stukje inderdaad niet vinden, maar ik heb hem gevonden. Dankjewel. Top. Even kijken. Ik moet even naar boven scrollen. Oh, en ik zie inderdaad dat tussendoor de handjes omlaag kunnen. Oké. Wat ik geloof over mezelf en elke dag denk over mezelf. Yes. Je gedachtenpatroon, zelfvertrouwen, focus op wat je echt wilt, omdenken en actie, de manier waarop je naar je eigen of de wereld kijkt, je gedachten die bepalen hoe je naar de wereld kijkt, mooi. Dat mijn manier van denken mega veel invloed heeft op mijn leven en op wat mij overkomt, tussen aanhalingstekens, yes. Overtuiging, focus in combinatie met gevoel, focus zegt ook Jenny, of Jenny. In een toestand zijn die je niet belemmert om stappen te zetten. Wat een mooie, mooie uitleg van heel veel verschillende mensen. I love it. Nou, en ik vind het wel opvallend. Ik coach zowel ondernemers als niet-ondernemers. En ik merk dat hier al veel meer gericht is op, de manier waarop je naar de wereld kijkt, naar jezelf kijkt, je gedachten, je manier van denken, met vervolgens de koppeling aan dat het een invloed heeft op hoe je leven is. I love it. En heel vaak, de niet-ondernemers zeggen vaak van, nou, het draait vooral om gewoon happy en positief zijn. Nou, en daar heb ik natuurlijk wel wat over te zeggen. Want voor mij draait mindset helemaal niet per se over altijd maar happy en positief zijn. En ik denk dat jullie dat al, een beetje op dezelfde golflengte zitten. Voor mij staat het echt voor dealen met het leven zoals het komt. Kansen grijpen waar ze voor het grijpen liggen. Ik denk dat daar de grootste belemmering voor de meeste ondernemers zitten, voor zichzelf vooral, dat ze de kansen niet grijpen waar ze voor het grijpen liggen, omdat ze bepaalde gedachten hebben die vervolgens invloed hebben op het wel of niet grijpen van die kansen. En dit hoeft allemaal niet zonder menselijke emoties. Ik heb het idee dat soms mensen denken bij mindset van, nou, dan mag je dus nooit meer negatief zijn, mag je nooit meer onzeker zijn, geen angst meer hebben, je moet echt fearless zijn. Nou, en daar geloof ik helemaal niet in. Het gaat er voor mij om dat je dingen doet, ondanks of misschien wel met
al die menselijke emoties. Doe het dan maar met je angst. Terwijl je je broek poept, geef alsnog dat webinar. Ik zit hier nu omdat ik al, nou niet per se daarom, maar ik zit hier nu op mijn dode gemakkie een presentatie te geven. Omdat ik dit al zo vaak heb gedaan. Toen ik dit voor de eerste keer deed, oh man, zweethandjes. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik was continu bang iets verkeerds te zeggen. En daar ga je aan wennen. En hoe vaker en hoe vaker en hoe vaker je het doet, hoe meer je er gewoon mee wordt. Maar de meeste mensen zullen nooit op dat punt komen, omdat ze die eerste paar keren denken, ik ben te angstig, ik ben helemaal niet fearless, ik durf het niet, ik vind het spannend, dus ik doe het maar niet. Of ik ben er niet goed genoeg in, dus ik stop er maar weer mee. En dat is natuurlijk ja, de hele belemmering. Dus ondanks menselijke emoties, of misschien wel met je menselijke emoties, met al je angst, met al je twijfel en onzekerheid. Nou, ik heb net al gezegd van, hey, mijn presentatie komt wel wat meer over mij naar voren. Ik ga niet ellenlang over mij vertellen, want ja, je komt hier natuurlijk voor de waarde en niet per se voor mij als persoon. Maar ik ben dus Janne, ik ben nog net 29, bijna 30. Je ziet hier al mijn blije eitje van een zoontje. En ik ben in 2014, september, dus mijn bedrijf bestaat al bijna 5 jaar, bijna ook om een verjaardag te vieren. En ik ben begonnen in de voeding- en fitnessbranche. Nou, deze sixpack die is inmiddels ver te zoeken, maar daar maakt ook helemaal niks uit. En die coaching die ik daar op dat moment gaf, daarin merkte ik al, nou eigenlijk dagelijks, ja, is allemaal heel leuk dat ik het meest geniale voeding- en trainingsschema voor je uitschrijf, maar wanneer je niet consequent toepast wat ik voor je heb uitgeschreven, dan ga je er niks aan hebben. Dus ook daar was die mindset alles bepalend. Het ging, ik kon 2 mensen allebei een net zo geniaal schema geven, maar wanneer de een krachtige mindset had en de ander een, nou ja, niet krachtige mindset, dan haalde de een wel resultaat en de ander niet. Dus ik merkte al heel snel, er moet iets veranderen in mijn business. Het moet niet meer alleen maar hierover gaan, het moet over mindset gaan. En eerst heb ik dat gecombineerd en later ben ik alleen nog maar op mindset verder gaan focussen. En dat ook gaan uitbreiden dus naar andere branches. Want ja, wat je ook probeert te bereiken in je leven, als je mindset niet op orde is, ga je het simpelweg niet bereiken. Nou, dit was september 2014 en net als in ieder ander leven gebeurde er ook in mijn leven van alles. In februari 2015 kwam mijn moeder te overlijden. Dus dat had een mega impact aangezien het een paar maanden was. Ik bedoel, sowieso heeft zoiets een mega impact. Maar het was een paar maanden nadat ik mijn bedrijf startte. Hier zie je prachtige foto's van ons toen ik zelfs nog brunette was. En zoals je ziet stond ze ook positief in het leven, happy. Altijd met een grote lach. De rechterfoto is nota bene voor het ziekenhuis gemaakt. Dus kun je nagaan. En ze was pas 52 jaar jong. Ik wil hier alleen maar even mee zeggen. Ik ben dus niet positief geboren. Ook bij mij zijn er alle. Dit is een, nou ja, een tipje van de ijsberg. Ook in mijn boek staat daar veel meer over. Maar ik denk dat de grootste valkuil is voor mensen om te denken, ja, maar die Mr. Mindset, of die Janne, of die Ilko, of wie dan ook, ja, die zijn zo geboren. Die hadden al direct een mega ondernemers mindset, of die hadden al direct een hele positieve attitude. Dat hoeft helemaal niet. En ook in ons leven gebeurt er genoeg. Er is heel veel ellende. En het is dus niet per se makkelijk praten voor een ander. Vaak is het een deel van je hersenen wat heel graag zoekt naar redenen om voor jezelf te vertellen waarom jij het niet zou kunnen en een ander wel. Maar dat helpt je natuurlijk niet. Ik kan wel zeggen dat ik intens gelukkig ben, ongeacht alles wat ik heb meegemaakt. En ik doe alles wat ik wil doen. Ik geloof dat op die manier iedereen zichzelf kan creëren. Ik zeg altijd, neem de regie, creëer het leven wat je wil. En dat klinkt dan zo heel makkelijk van, oh joh, gewoon even een leven creëren. Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Als je mij een beetje kent of volgt, dan weet je dat ik mezelf de meest nuchtere mindset coach van Nederland noem. Simpelweg omdat ik dit soort uitspraken eigenlijk altijd net iets te makkelijk vind. Maar ik geloof er wel heilig in dat wanneer je bereid bent het werk te doen, je jezelf als topondernemer kan creëren. En je het leven en het bedrijf kan creëren dat je wil. Nou, even terug naar mijn voeding, training, business, mijn tijden als personal trainer. In die tijd heb ik volgens mij, nee, daarvoor al Ilko leren kennen, 2012 of zo, heel lang geleden. Dus die kende mij ook jarenlang als personal trainer. Nu natuurlijk heel anders. Maar ook toen, ja, ik hoorde dagelijks, oh Janne, ik moet echt afvallen. Maar ook, ja, ik wil meer spiermassa. Ja, ik wil echt veel fitter zijn en veel langer achter mijn kinderen kunnen aanrennen.
En het lukt op een of andere manier maar niet. En op het moment dat ze het voelden van, oeh, ik wil het echt heel graag, hadden ze even startersmotivatie. En op het moment dat er dan weer iets tussendoor kwam, dan viel dat weer weg en was het weer compleet terug bij het begin. Dus ze vielen continu terug in oude patronen. Dit is in ondernemen natuurlijk niet anders. Je voelt op een gegeven moment, bijvoorbeeld, je kijkt een webinar, je ziet een presentatie van iemand, je bent op een seminar geweest, vooral op seminars natuurlijk, voel je je helemaal hyped up en denk je, wow, gaaf, hier wil ik zoveel mee doen, ik heb er zoveel zin in om dit allemaal te gaan aanpakken, je bent super enthousiast. En vervolgens kom je thuis, of stop je in het webinar, en dan begint je gewone leven weer. Ik ga zo meteen naar huis, ik heb daar een kleintje van bijna 2 jaar, die soms slecht slaapt, zoals vannacht. Die was vanmorgen om 3:15 wakker. Top. Ik kwam gisteren net uit Amsterdam, dus het was allemaal al een beetje, nou, niet helemaal ideaal. Ja, en dan gaat je gewone leven verder. En vervolgens raak je dat enorm gemotiveerde gevoel, raak je weer een beetje kwijt. En voor je het weet ben je weer een paar weken verder en denk je, wat heb ik nou eigenlijk veranderd? Nou, dit stukje is voor iedereen, denk ik, herkenbaar. En dat is natuurlijk allemaal mindset. Zonder een bewuste mindset, want begrijp me niet verkeerd, we hebben allemaal sowieso al een mindset. Iedereen heeft een mindset, of je het nou wil of niet. Maar zonder bewust gecreëerde mindset zul je ook geen bewuste business of bewuste businessresultaten behalen. Misschien behaal je wel resultaat, hier en daar. En misschien wordt het ook echt wel succesvol, een soort van, nou, per ongeluk, ineens stond het er en wow, cool, oké, dit kan dus werken. Maar wanneer je niet heel bewust met bepaalde stappen aan de slag gaat in je business, maar vooral met jezelf, bepaalde patronen doorbreekt, bepaalde blokkades opheft, ja, dan ga je geen sustainable, langdurige business creëren. Je bedrijf kan immers niet verder groeien dan jij als persoon. Nou, daar heb ik nog een hele toffe quote over bijgevoegd, maar die ken je waarschijnlijk allemaal. De boodschap is duidelijk, denk ik. Nou, laat me eens weten in de chat. Is dit voor jou herkenbaar dat je zo'n gevoel hebt? En dat hoeft helemaal niet eens te zijn van wie zit er nou op mij te wachten. Kan ook zijn wie zit er nou op mijn business te wachten. Of ja, maar die en die en die zijn al zo succesvol. Ja, hoe moet ik er nou weer zien te komen? Of ben ik wel goed genoeg om dat te kunnen bereiken? Kan ik wel daadwerkelijk meer? Er zijn er al zoveel. Zijn dit soort gedachten herkenbaar voor jou? Oh, ik klik alweer te ver door. Oh, even naar boven scrollen. Terugkerend patroon bij mij. Ja, zegt Hans. Erna zegt niet meer, wel gehad. Timothy zegt ja. Irene zegt 1. Ik denk dat dat ja betekent. Volgens mij doet Ilbert dat vaak, ja, type 1. Volgens mij heb ik dat ergens ook wel ergens. Stefanio, wat een mooie naam. Die zegt yes. Jenny zegt ja, tuurlijk herkenbaar, ja. 1-1-1, zegt Stanley. Allemaal, yep, zegt Bianca. Ja, mooie Floor. Floor zegt, dit had ik wel, maar inmiddels niet meer. Iedereen heeft namelijk moeten leren fietsen. En daar denk ik vaak aan. Yes. Timothy zegt, vooral niet expert genoeg of geen kennis genoeg om te starten. En ja, daar zijn we altijd bang voor. Maar ja, hoeveel kennis heb je nou nodig? Oh, staat dat hier? Oh, suf Irene. Ik heb mijn presentatie nog even last minute veranderd. En waarschijnlijk heb ik toen gedacht, ah, het is makkelijker als mensen gewoon een 1 moeten typen. Oh ja, ik zie het staan. Typ een 1 in de chat. Zo. Nou, top. Helder. Aan de andere kant ook wel weer aan het loslaten. Yes. Alright, dus herkenbaar. Ja, en voor wie niet? En als je het nu op dit moment niet heel erg hebt, dan heb je het inderdaad wel gehad. En soms, weet je, zit je in zo'n fase waarin het fantastisch gaat. En dan is het een beetje afhankelijk van externe factoren. Dus op dit moment heb je bijvoorbeeld net een mega lancering achter de rug gehad. Die was succesvol. En dan heb je niet meer het gevoel van, oh, wie zit er nou op mij te wachten? Want ja, je hebt bevestiging, externe bevestiging gekregen dat je inderdaad, dat mensen op je zitten te wachten. Maar vervolgens is die lancering voorbij. En kom je weer een beetje in dat gekabbel, zeg maar, in je bedrijf. En is er even weer geen piek. En wordt het allemaal weer wat rustiger. En dan komen die twijfels weer terug. En dat is wat ik vaak zie gebeuren, dat mensen op het moment, ik zeg niet dat het bij jullie het geval is, maar dat mensen op het moment dat het even goed gaat, het gevoel hebben dat ze on top of the world zijn, maar wanneer het dan weer even minder gaat, in één keer weer allerlei belemmerende overtuigingen, gedachtes, allerlei aannames doen, maar ook allemaal van dit soort gedachtenkronkels weer terug in zich opnemen. En wat je wil bereiken is een mindset die
ongeacht externe factoren en ongeacht omstandigheden, dus of het nou nu op dit moment goed of slecht gaat in je business, en of je nou op dit moment dikke vette omzetknaller of juist een beetje een tegenvaller hebt gehad, je hoe dan ook jezelf goed genoeg vindt, weet dat je het kan, je jezelf niet helemaal uit het veld laat slaan en gewoon doorgaat. Dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Alright, ja, je bent enorm bevoorrecht als je überhaupt natuurlijk dat, ik weet niet eens waarom ik deze ertussen heb gezet, maar obviously zijn we allemaal mega bevoorrecht dat we überhaupt in staat zijn om een business op te zetten of een business te willen opzetten. Sommige mensen hebben niet eens door hoe tof het is om een business op te zetten. Je bent bevoorrecht met zo ontzettend veel op dit moment al in je leven en dat is denk ik het stukje waar we niet vaak niet vaak genoeg bij stilstaan. Nou, je ziet hier even twee plaatjes van mijn prachtige gezin. Dan heb je nog iets meer beeld van mij, wie ik ben, wat ik doe. Linker foto's volgens mij uit de FIFA. Ja, want toen kreeg ik een outfit die helemaal niks voor mij is. Maar het zag er leuk uit op het plaatje. Je ziet mijn man Felipe en ons zoontje weer. Hij is hier wel een stuk kleiner dan hij nu is hoor. Wat ik al zei, hij is nu bijna 2. Nou, en wij zijn heel erg gefocust op al het mooie. Wij letten altijd op alles wat goed gaat, alles wat mooi is in ons leven. En we krijgen wel eens de vraag, ja maar hoe dan? Hoe doen jullie dat dan? Want in ons leven gaat er juist ook heel veel helemaal niet goed. Ons zoontje heeft microcefalie. Misschien kun je het wel zien aan zijn hoofdje. Hij heeft een heel klein hoofdje. Op dit moment is hij dus, nou ja, uit het lijfje van een dreumes, van bijna peuter. Maar hij heeft het hoofdje van een baby van 3 maanden ongeveer. En niet het gezichtje, maar echt de hoofdomvang. Dat is een hersenaandoening. Ik zal er niet heel uitgebreid over vertellen. Maar lang verhaal kort is het dus een hersenaandoening, waardoor we niet weten hoe zijn toekomst eruit zal zien. Sowieso was de prognose altijd al heel slecht. Daar werd altijd gezegd van, nou, het is echt de vraag of hij überhaupt ooit zou kunnen praten, je aan zal kijken, zou kunnen staan, lopen. En inmiddels loopt hij. Dus we zijn ontzettend trots en dat gaat heel goed. Maar dat zijn natuurlijk mega tegenslagen die je te verwerken krijgt wanneer je en een business hebt en een zwangerschap waar vervolgens allerlei medische ellende in is. Vervolgens wordt je kindje geboren, die moet naar het ziekenhuis, de MRI in. Nou, dat wil je bij geen enkel kind, maar zeker bij je eerste kind niet. Maar wat wij willen is hem opvoeden met de gedachte, doe gewoon wat jij wil. Heb scheid aan wat een ander daarvan vindt, denkt of zegt. En in zijn geval natuurlijk nog meer. Want ja, mensen gaan wat vinden van zijn kleine hoofdje. Dat zal nooit bijtrekken, om het maar even zo te zeggen. He, hou jezelf niet tegen in het leven. Grijp de kansen waar ze voor het oprapen liggen. Ongeacht of dat nou spannend is, of dat nou voor jou extra moeilijk is of niet. Want wat ik vaak hoor is dat mensen dan zeggen, ja, maar Janne, in mijn situatie is het echt nog veel lastiger, want ik ben net gescheiden. En ja, maar in mijn situatie, ik heb een ton schuld. En ja, maar in mijn situatie, ik ben mijn moeder net kwijt. En ik heb dit en ik heb dat. We denken allemaal uniek te zijn in het feit dat we tegenslagen te verwerken krijgen. En dat er dingen gebeuren in ons leven. En we willen Kaden juist meegeven, zo heet mijn zoontje, om, ja, ongeacht al die dingen, toch echt te gaan voor wat je wil en dankbaar te zijn voor alles wat je wel in je leven hebt en wat wel goed gaat. En dat wens ik ook voor jou. Nou, misschien ken je me daardoor uit de Viva Mama of Linda TV, Viva Telegraaf. Nou, ik kan er nog wel meer op noemen. Waar ik inmiddels ook voor mijn boek heel veel in geïnterviewd ben, in allerlei bladen en weet ik veel wat allemaal. Dit zeg ik allemaal niet om op te scheppen, maar omdat ik natuurlijk ook een stukje wil laten zien over, hey, wat kun je uiteindelijk bereiken? Of dat nou met jezelf als persoon is, want niet iedereen ambieert om zelf het gezicht te zijn van hun business. Maar misschien ook juist met je bedrijf overal terecht te komen. In mijn geval is dat dus simpelweg geweest mezelf zijn. Open zijn over wat er allemaal gebeurt in ons leven. Open zijn over dat we allemaal angsten en twijfels en tegenslagen hebben. En dat allemaal niet maskeren met een hele dikke laag. Ah joh, alles is hier wel perfect. Nou, daar zal ik later nog wel even iets meer over vertellen. Ik heb natuurlijk ook een boek inmiddels geschreven. Dat boek, dat heet Wat nou als het ook anders kan? Nou, dat is denk ik heel tekenend voor alles wat ik hier vertel. Die heeft meerdere weken in de bestsellerlijst, die staat nog steeds in de bestsellerlijst, laat ik het even zo formuleren.
Die was na... Oh, ik weet niet waarom die dit doet. Dat is gek. Was binnen 5 dagen uitverkocht. En binnen 2 dagen had ik al gehoord dat er een tweede druk kwam. Nou, en even een primeurtje voor jullie, want ik heb het nog helemaal nergens verteld. Ik heb woensdag te horen gekregen dat er een derde druk zit aan te komen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Nou, en dat laat maar weer zien. En misschien is het grappige wel even. Er is op zich niet echt... TV, er is geen haan die naar mij kraait in de mediawereld wat tv betreft. Er is geen haan die naar mij kraait wat betreft, nou laat ik het even zo zeggen, A-bladen. Hè, de Cosmopolitan, de L, weet ik veel wat. Die featuren mij allemaal niet. En toch, duizenden exemplaren van mijn boek zijn verkocht. Nou, en hoe je zoiets kunt bereiken met je bedrijf of met jou als persoon, als bedrijf, dat heeft allemaal te maken met het vet wat ik hier uitleg. Het is allemaal dankzij het internet, vooral social media en vooral door te stoppen met jezelf tegenhouden. Dat is de enige... Ik weet dat ik hier het liefste bij jullie aankom met allerlei praktische tips. Oh, doe dit en dit en dit en klaar. Maar wat het echt is stoppen met mezelf tegenhouden. Ik durf te wedden dat iedereen zichzelf tot in zekere mate nog steeds tegenhoudt. Plaats nou dat ene wat je wil plaatsen. Doe nou gewoon, zet nou gewoon die ene stap die je wil zetten. Ik weet zeker dat iedereen minimaal 1 ding kan bedenken waarvan je denkt, oh, als ik die stap zet, dat verandert toch wel een hoop. Het kan heel groot zijn, kan ook heel klein zijn, maar ik weet zeker dat iedereen zoiets heeft. En doordat ik dat ben gaan doen, daarmee stoppen, met mezelf tegenhouden, en veel opener was op social media, het echt op mijn eigen manier heb aangepakt in plaats van de manier van anderen, daardoor heb ik dit kunnen bereiken.